Hey schatjes, vandaag ga ik jullie mijn avondroutine laten zien en die begint altijd met een boek. Ik hou van lezen en ik vind het heerlijk om in de avond even een uurtje te pakken om voor mezelf lekker een boekje te lezen. Ja, en ik kan er gewoon echt optimaal van genieten, dus ja. Als ik klaar ben met lezen, ga ik naar beneden, want dan heb ik nogal trek gekregen. En meestal in de avond neem ik iets lichts om te eten. Want ja, als ik niet in de avond eet, dan heb ik echt barstende honger in de ochtend. Dus daar kan ik echt niet tegen. Wat ik meestal in de avond eet is altijd wel wat lichts. Of yoghurt met fruit of een rijstecracker. Is maar net aan waar ik zin in heb. Voor vanavond heb ik gekozen voor yoghurt. Verrassend. Met aardbeidjes. Ik ben echt dol op aardbeidjes. Ik vind ze heerlijk en vooral nu zijn ze lekker zoet. Dus helemaal geweldig. En als je hier ziet heb ik er ook nog wat kokosras bij gedaan. Want dat vind ik ook echt zelf heerlijk. Nadat ik het allemaal heb gemaakt ga ik lekker op de bank zitten. Lekker chillen, tv kijken en lekker genieten van mijn yoghurt. Let niet op mij. Ik eet niet echt ladylike. En ik ben ook niet echt charming in het eten. Nadat ik dus heb gegeten, ga ik naar boven, want dan heb ik meestal nog wat editwerk te doen, wat ik nog af moet maken. Ik ben een beetje Pietje precies wat betreft editen, dus ja, het moet allemaal weer zo goed mogelijk. En het moet allemaal weer helemaal perfect natuurlijk. En nee, ik wil jullie niet vergeten, ik ga binnenkort een video opnemen met hoe ik mijn filmpjes edit, omdat jullie dat heel vaak hebben gevraagd. Daar ga ik dat natuurlijk voor jullie opnemen. Nadat ik klaar ben met editen ga ik mijn gezicht schoonmaken. Ik doe altijd een haarband in. Ik vind dat zelf gewoon fijner. Ik heb bijna nooit mijn haar vast. Dus ja, vandaar de haarband. Als ik mijn huid nat heb gemaakt, doe ik even een scheut schoonmaakspul op. En dan droog ik het zachtjes af. Daarna doe ik een lekkere crème op voor de nacht. En dan kan ik er weer helemaal tegenaan. Ik vind het zelf echt mijn crème super lekker en het hydrateert zo goed. Dus ja, daar ben ik gewoon echt enorm blij mee. En ik doe ook altijd gek. En altijd heel erg gek. Tanden poetsen, dat is ook echt een opgave sinds ik een beugel heb. Want ja, ik kan echt totaal niet met dat ding omgaan. Ik ben er echt onhandig in. En daarna ga ik eigenlijk mijn kleertjes uitdoen en mijn pyjamaatje aandoen. En dan is het tijd om te gaan slapen. Maar ik heb nogal veel kussens, dus die kussens moeten eerst allemaal eraf gehaald worden voordat mijn vrouwtje kan liggen. Maar als ik dan lig, dan ben ik ook echt blij dat ik lig. Ik kijk nog altijd wel even op mijn telefoon. Ik vind het altijd leuk om even lekker op mijn Instagram te gaan of op mijn YouTube kanaal. Om nog even te reageren op berichtjes of zelf nog berichtjes te reageren of filmpjes te kijken. Allemaal helemaal leuk. En daarna praat ik nog even lekker met manlief. Ja, want dat moet ook gebeuren natuurlijk. Nog even op mijn telefoon. En daarna is het eigenlijk alweer bedtijd voor mij. Dus welterusten liefjes. En ik zie jullie bij mijn volgende video. Vergeet niet te abonneren. En nogmaals, slaap lekker!